Het woord is aan de heer Wilders, PVV. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Vorige week bezocht ik Ter Apel, het mooie Groningse dorpje dat wordt geteisterd door een vloedgolf en overlastgevende asielzoekers. En toen ik daar was om de inwoners van Ter Apel een hart onder de riem te steken, dacht ik bij mezelf, in wat voor een krankzinnig land leven we eigenlijk? We leven in een land waar een kabinet tientallen miljarden uitgeeft aan asielzoekers en ook het hele land voor ze afstruint om ze gratis onderdak, gratis zorg en gratis woningen te geven. Niets is te veel voor ze. En kijk dan eens naar de zorg voor onze eigen mensen. De zorg die nu opnieuw in de problemen komt, vooral omdat er jarenlang veel te weinig is geïnvesteerd in extra IC-bedden en extra zorgmedewerkers. Waardoor de werkdruk en het ziekteverzuim nu daar de pan uitreist. Waardoor we veel te weinig capaciteit hebben en ook de reguliere zorg weer wordt afgeschaald. Dat, dacht ik bij mezelf, is dus de boodschap van premier Rutte aan Nederland. Asielzoekers gaan voor en onze zorg komt op de tweede plaats. Voorzitter, zoals 4 spoedeisende hulpartsen afgelopen vrijdag opschreven in een open brief. Het kabinet heeft verzuimd het grootste probleem in de zorg aan te pakken. Het zorgcapaciteitsprobleem. En vooral, zeggen zij, te weinig verpleegkundigen in onze ziekenhuizen. En voorzitter, deze 4 artsen vinden het onrechtvaardig dat ongevaccineerden worden aangewezen als de oorzaak van het falen van ons zorgsysteem. En dat is natuurlijk ook zo, voorzitter. Het kabinet jaagt op ongevaccineerden, terwijl we vanmorgen hoorden dat maar liefst 30% van de mensen met corona op de IC's en zo'n 40% van de mensen in de ziekenhuizen wel gevaccineerd is. Het zijn dus niet de ongevaccineerden, maar de heren daarin vaca die falen. En het is onvergeeflijk dat Rutte en de Jonge niet hebben gezorgd voor voldoende zorgcapaciteit. En om dat eigen falen te verhullen, heeft het kabinet gisteren voor de zoveelste keer nieuwe coronamaatregelen afgekondigd. Geen mea culpa, geen presentatie van een miljardeninjectie in de zorg, maar nog meer vrijheidsbeperkingen. Want de ziekenhuizen stromen weer vol. Vooral met ouderen boven de 70, vaak mensen met obesitas en onderliggende ziektes. Maar vooral ook met niet-westerse allochtonen. Ongeveer de helft van de opgenomen coronapatiënten is niet-westers allochtoon. De helft, mevrouw de voorzitter. Toen ik dat vorig jaar zei, was de wereld te klein. Maar feiten zijn feiten en het is nog steeds zo. En waarom, vraag ik aan de premier en aan de minister, waarom hoor ik u daar eigenlijk nooit over? En voorzitter, hou op met die vreselijke coronatoegangsbewijzen. Die hadden er nooit mogen komen. Het is pure vaccinatiedrang en daarmee handelt het kabinet in strijd met de aangenomen motie in de Kamer. Het is indirecte dwang. En zorgen alleen maar voor meer tweedeling in onze samenleving. En bieden schijnveiligheid, omdat gevaccineerde mensen met zo'n bewijs toch corona kunnen krijgen en overdragen aan elkaar en aan mensen die zijn getest. Ik zeg het u, voorzitter, weg met die QR-samenleving. En ondertussen, voorzitter, worden niet gevaccineerden en hun kinderen opgejaagd. Ze mogen niet meer zwemmen. Ze mogen niet meer sporten zonder zich een paar keer per week te laten testen. Dank u wel. Laatste interruptie van de heer Kousou. Ja, voorzitter, in de wetenschap dat dit mijn laatste interruptie is. Waarom hoor ik de heer Wilders spreken over tweedeling tussen gevaccineerden en ongevaccineerden en dat hij zich daar zorgen over maakt, terwijl hij aan de andere kant met zijn vinger wijst naar mensen met een niet-westerse migratieachtergrond die op de IC zitten? Dat is ook tweedeling, voorzitter. Wil ik wel opgemerkt hebben. Heer Wilders. Nee, voorzitter, dat is geen tweedeling. Want ook zij, ook de mensen die niet-westers allochtoon zijn, die zijn vrij om te beslissen of ze zich laten vaccineren of niet. Maar het feit is wel dat ze veel minder vrijwillig gevaccineerd zijn dan de mensen die autochtoon zijn. Weet u, het Nederlanders, autochtonen zijn gemiddeld 85% hebben zich laten inenten. Als het gaat om grote groepen niet-westers allochtonen, ligt dat percentage rond de 40, 50, 60%. En het zou toch, mevrouw de voorzitter, redelijk zijn als die mensen, nogmaals, onverplicht, ongeveer dat percentage zouden halen van de Nederlanders, van de autochtone bevolking. Dan zou je een groot probleem, zou je in de ziekenhuizen minder hebben. Maar nogmaals, onverplicht, dat geldt voor iedereen. Maar op het moment dat je het hebt over niet-westers allochtonen,
50% van de mensen met corona in de ziekenhuizen. En ik heb dat niet zelf verzonnen. Dat is, mevrouw de voorzitter, een voorzitter van de Vereniging van Longziektes die dat vorige week heeft gezegd. 50% van de opnames en de populatie in de ziekenhuizen met corona zijn niet westers allochtonen. En daar mag je niet aan voorbij gaan en daar moet u ook niet krankzinnig op reageren. Dank u wel. Interruptie van de heer Paternotte, D66. Ja, voorzitter, de heer Wilders kwam net naar mij en volgens mij ook naar mevrouw De Vries met dat er meer respect moest zijn voor mensen die ervoor kiezen om zich niet te laten vaccineren. En hij miste dat respect. En wat hij vervolgens doet is zeggen, heel veel ongevaccineerden hebben een niet-westerse achtergrond en daar moeten de ministers een keer wat van zeggen. En het is eigenlijk helemaal niet goed dat de vaccinatiegraad daar te laag is. Wat is het nou precies? Heeft u nou respect voor de keuze van die mensen of heeft u alleen respect voor de keuze van die mensen als ze geen moslim zijn? De heer Wilders. Nee, het heeft niks met moslims. Het zijn niet-westerse allochtonen, zijn meer dan alleen moslims. We hebben in Nederland zo'n 2 miljoen niet-westerse allochtonen, waarvan 1 miljoen ongeveer moslims en 1 miljoen niet-moslims. Dus u kent uw zaakjes niet, maar dat zijn we van u gewend. Als het gaat om wat ik nou vind, ja, voorzitter, ik vind dat ze dat zelf moeten weten. Natuurlijk moeten ze dat zelf weten. Maar ik vind ook dat op het moment dat zij ongeveer de helft, iets meer dan de helft, dat ze 2/3 van de vaccinatiegraad vrijwillig hebben dan die van de Nederlanders, van de autochtone Nederlanders moet ik zeggen, dat ik daar natuurlijk een opmerking over maak en dat ik me kapot eraan erger dat dit kabinet en ook u als D66er het altijd heeft over Urk en over Staphorst en u daar altijd schande over spreekt, maar niemand heeft het over deze groep. De groep is 2-3 keer zo groot als de mensen die in Urk en Staphorst wonen. En als je nou daadwerkelijk iets wilt doen, nogmaals, vrijwillig, en als ze het niet doen, doen ze het niet. Maar ze doen het nu zo weinig, het vrijwillig vaccineren, dat ze de helft van de populatie in de ziekenhuizen vormen. En ik zeg daar wat van en ik blijf er wat van zeggen. En ik vind het schijnheilig dat u en de rest het wel over de mensen in Urk heeft en in Staphorst, maar niet over de niet-westerse allochtonen. Heer Paternotte. Ja, voorzitter, en wat dan? Hè? Dan wilt u graag dat de ministers daar wat van zeggen, maar verder wilt u eigenlijk helemaal niets. Eigenlijk helemaal niets doen om ervoor te zorgen dat die mensen wel extra gevaccineerd gaan worden of om ervoor te zorgen dat ze meer beschermd worden tegen het virus, bijvoorbeeld met het coronatoegangsbewijs. Dus ja, de heer Wilders kan wijzen naar de grote steden. Ik doe dat ook vaak. Ik heb ook die burgemeesters bijvoorbeeld van Den Haag en Amsterdam aangesproken, omdat ik zeg, die handhaving moet beter. Dat is inderdaad niet alleen de Bijbelbelt. Maar de vraag is, wat dan? Ik heb laatst de heer Wilders gevraagd of hij bereid was om mensen op te roepen om zich te laten vaccineren en hij zei nee. Maar als hij zich zoveel zorgen maakt, zou hij dat misschien nu alsnog willen doen. Want in de grote steden maakt dat misschien niet veel uit, maar in Limburg zien we nu dezelfde problemen. De heer Wilders. Mevrouw de voorzitter, de collega van D66 heeft het steeds over de grote steden. Maar het gaat niet over de grote steden. Het gaat over niet-westerse allochtonen. Waarom heeft u een soort verlamming in uw tong als het gaat om het uitspreken van niet-westerse allochtonen? Voorzitter, ik haal het nog een keer. De berichten in de krant, de Limburger in dit geval, op 27 oktober 2021. En ik citeer uit een rondvraag van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor longziekte en tuberculose bij de ziekenhuizen bleek begin september dat zo'n 40-60% van alle opgenomen coronapatiënten van niet-westerse origine is. Dat zijn de meest recent beschikbare cijfers, meldt voorzitter Leon van Toorn. Dus u moet niet hebben over mensen in de grote steden. Ik woon ook in een grote stad. Het gaat niet om mensen in de grote steden. Het gaat om de niet-westerse allochtonen. En daar moet je het over durven hebben. En ik nogmaals, ik ga niet oproepen om mensen te vaccineren. Maar als het kabinet zijn best doet om die mensen te vaccineren, rij zo'n prikbus maar voor de sociale dienst, dan heb je er al een hele hoop te pakken. Dat zouden we bijvoorbeeld al kunnen doen. Dank u wel. Interruptie van mevrouw Van den Berg, CDA. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, meneer Wilders die wijst terecht dat naast ongeveer 10-12% in de Bible Belt en 40% ongeveer met een niet-westerse achtergrond. Daarnaast zijn er nog altijd ook nog 50%, zeg ik, andere mensen die daaronder vallen. Daar moeten we ook over spreken. En die zitten met name ook in wijken, erg op familie gericht, op hun eigen vriendenkring. En een van de problemen is dat op dit moment veel mensen die klachten hebben zich toch niet laten testen. Dat is ongeveer maar de helft. En is meneer Wilders het dan met het CDA eens dat om daaraan tegemoet te komen je ook kan zorgen voor mobiele testbussen in die wijk, zodat mensen een hele laagdrempelige toegang hebben om zich wel te laten testen en dan hopelijk ook daarna thuis te blijven? Zeker. Ik ben erg voor testen.
Hoe laagdrempelig het testen is, nogmaals, ik kom er dadelijk ook op terug. Dat is een van de belangrijke basisregels. Dus ik vind het zelf verschrikkelijk. Mijn mailbox zit vol van mensen die zeggen van, nou ja, ik wil me laten testen, maar waar is die testlocatie gebleven? Dus ze kunnen bijna niet meer een plek vinden waar ze op redelijke termijn en afstand zich kunnen laten testen. Maar nogmaals, als je klachten hebt, laat je testen. En hoe laagdrempeliger, hoe beter. Dus dat is volgens mij geen CDA-standpunt, maar gewoon gezond verstand. Waarmee ik niet zeg dat CDA en gezond verstand nooit kan samengaan. Want dan overdrijf ik een beetje. Voorzitter, waar was ik gebleven? Ja, de coronapas wordt nu zelf verplicht op buitenterrassen. En dadelijk ook nog op het werk, als het kabinet zijn zin krijgt. Waanzin, voorzitter. Totale waanzin. Voorzitter, wat moet er dan wel gebeuren? Mijn eerste punt, investerende zorg. Ik kan het niet genoeg herhalen. Investeer in de zorg in plaats van het afbreken van de zorg. Stop een deel van die honderden miljarden die u nu aan massa-immigratie besteedt, zeg ik tegen het kabinet, via u, voorzitter, in de zorg. En dan vooral aan meer en beter betaalde zorgmedewerkers. Dat heeft u niet gedaan. U heeft tegen mijn motie gestemd voor meer investeringen, de coalitie. Toen ik het had met een motie over extra salarissen, rende de coalitie de oude kamer uit naar de parkeergarage. U heeft het niet gedaan en u bent nu verantwoordelijk voor een hoop ellende. Twee, voorzitter, ik ben dat gewoon met het kabinet eens. Mag ook een keer benadruk de belangrijkste basisregels. Heb je klachten, laat je testen en blijf thuis. Blijf thuis. Wees verantwoord. Alleen dat al, zegt het kabinet en ook het OMT volstrekt terecht, kan de virusspreiding fors beperken. Doen. En drie, voorzitter, de meeste van al die besmettingen, maar liefst 3/4, vindt thuis plaats. Dus geef eindelijk een keer een serieuze voorlichting over goede ventilatie. De collega van D66 en ik hebben ooit de vorige keer een motie aangenomen gekregen die zei, doe de ramen open. Aangenomen door de Tweede Kamer. Het kabinet doet er niets aan. Gisteren bij de persconferentie geen woord over ventilatie. Voorzitter, het moet gebeuren. Vier, ook dat ben ik met het kabinet eens. Geef de ouderen en de mensen met onderliggende ziektes die dat willen, vrijwillig, een boostershot. Maar begin daar zo snel mogelijk mee. Hartstikke goed als je ouderen daarmee vrijwillig een extra bescherming kan geven. Ten slotte, voorzitter, ik zei het al, benoem de roze olifant in de Kamer. De ziekenhuizen liggen nu vol met mensen van niet-westerse afkomst. Zorg maar eerst dat u uw eigen niet-westerse vrienden zich net zoveel vrijwillig laten vaccineren als de rest van Nederland, voordat u de rest van Nederland met allemaal maatregelen lastig valt. De heer Paternotte, D66. Ja, voorzitter. 5 minuten waarin de heer Wilders ongeveer iedereen de schuld heeft gegeven. Natuurlijk nog het meeste niet-westerse allochtonen. Waarin hij op een gegeven moment zegt, oh, wat moet er dan wel gebeuren? Blijf thuis met klachten. Nou, dat is een goed idee. Dat advies dat geldt al 1,5 jaar. En hij zegt, ga even heel snel zorgen voor veel meer mensen in de zorg. Waarvan iedereen die nu in de zorg staat, die op die intensive care staat en die patiënten ziet binnenstromen, zegt, dat regelen we niet even in een paar dagen en ook niet in een paar weken. Oftewel, de heer Wilders heeft geen enkele oplossing en zegt hier in feite tegen Henk en Ingrid, nee, ik heb geen oplossing, ik wil alleen maar uitleggen wat er vroeger verkeerd is gegaan. Mijn vraag is, gaat hij vandaag weer een motie indienen? Ik heb die vraag al eerder gesteld. Gaat hij vandaag weer een motie indienen die zegt, hef alle coronamaatregelen op, doe hetzelfde als Boris Johnson, waar er nog eens 2 keer zoveel mensen in het ziekenhuis liggen. Gaat hij dat vandaag weer doen? De heer Wilders. Nou, wat ik indien, dat zult u echt even moeten afwachten in tweede termijn. Ik ga nu niet zeggen voordat het kabinet heeft geantwoord welke moties zich indienen. Wat krijgen we nou? Maar misschien wel, misschien niet. We zullen het zien. Maar, mevrouw de voorzitter, de kritiekpunt van de collega van D66, dat we nu niet even snel kunnen regelen voor extra plekken. Ik lees de volgende motie voor. Ingediend op 18 augustus 2021. Verzoekt de regering de IC-capaciteit en het aantal intensivisten en IC-verpleegkundigen structureel fors uit te breiden en gaat over tot de orde van de dag. De hele Kamer was voor, behalve D66, VVD, CDA en de ChristenUnie. Dus kom mij niet aan met het verhaal dat het nu allemaal te laat is. Het is te laat omdat uw partij en uw coalitie voorstellen van mij en anderen in deze Kamer over extra salarisverhoging voor verpleegkundigen om het werken aantrekkelijk te maken tot het eerder investeren in het opleiden, dat u daar iedere keer tegen was. U was daar iedere keer tegen. Dus u heeft zo'n kilo boter op uw hoofd en u bent de laatste die mij mag verwijten dat ik niet met voorstellen kom. Ik kom met zeer reële en concrete voorstellen. En het belangrijkste voorstel, zorg dat de zorg op orde is, heeft u kapot gemaakt. De heer Paternotte. Motie waar de heer Wilders altijd wel eventjes naar verwijst en waar we de komende weken natuurlijk helemaal niets gaan hebben en die ook natuurlijk niet klopt.
Want ja, je kunt de IC inderdaad gaan opschalen. Er zijn inderdaad bedden bij, er worden nu meer mensen opgeleid. We zullen straks een grotere hebben. Maar wat we natuurlijk niet moeten doen, is een 3, 4, 5 keer grotere intensive care, waardoor je bijna een hele voetbalstadion volzet met bedden. Alsof het zo fijn is om op de intensive care te liggen. We moeten juist voorkomen dat mensen daar terechtkomen. Want als ze daarvan afkomen, dan zijn ze maanden, zo niet jaren bezig om weer goed op de been te komen. Dus dat hele beeld wat u schetst, alsof we veel meer intensive care bedden moeten hebben en we dan een prachtiger land hebben, ik deel dat absoluut niet. Maar ik constateer hier ook dat de heer Wilders net heeft gezegd, misschien dien ik die motie, hef alle maatregelen op, niet in. En dat is vooruitgang. Dat betekent dat hij nu al genuanceerder in de wedstrijd zit. En misschien stiekem ook wel een beetje spijt heeft van het feit dat hij 2 maanden geleden zei, hef alles op, want dan zouden we er nu nog een stuk slechter voor hebben gestaan. De heer Wilders. Voorzitter, het is echt waanzin dat de vertegenwoordiger van D66 hier in de Kamer zegt, ik ben tegen extra IC-plekken. Dat de vertegenwoordiger van D66 hier in de Kamer zegt, ik ben tegen extra verpleegkundig personeel. Dat hij dat durft te zeggen. De ene arts na de andere in ingezonden brieven op televisie zegt, we hebben een probleem met te weinig zorgcapaciteit. En daar staat hij gewoon, de belhamer, voorzitter. Want dat is het, van D66, die gewoon zegt, jongens, ik heb daar lak aan. Dat hoef ik niet. U moet zich schamen. Dat is slecht voor de mensen in Nederland. Onvoldoende capaciteit. Hoe durft u te zeggen? Dan mijn tweede punt, voorzitter. Ja, de PVV wil. Ik geef gewoon netjes antwoord op uw interruptie. De PVV, voorzitter, volgens mij ben ik aan het woord. De PVV voor de derde keer wil een hele hoop meer, behalve het investeren. Wij willen de basisregels hanteren. Ik zei het al, heb je klachten, laat je testen, blijf je thuis. We vinden dat we die niet-westerse allochtonen vrijwillig wat meer mogen bewegen om zich te laten prikken. En wat dacht u van het thema van erogene transmissie? Nogmaals, kijk naar de cijfers. We hebben 3 van de 4 besmettingen vinden tegenwoordig plaats in de thuissituatie. Het was 2 op de 3, nu is het 3 van de 4. 75% van de besmettingen, voorzitter. En daar moeten we wat aan doen. En daar heeft het kabinet, oké, ze hebben gisteren het woord 1 keer laten vallen, maar ze hebben niet een heel verhaal gehouden over de nut en noodzaak van die erogene transmissie. Als mensen thuiskomen, daar vooral de besmettingen plaatsvinden, met bezoek, met de familie, dan is het natuurlijk een gigantische belangrijke stap om die ventilatie beter te regelen. Ik ben ervan overtuigd, mevrouw de voorzitter, en dan ben ik klaar. Op het moment dat er dadelijk een parlementaire enquête komt, die er gaat komen, dat het negeren te lang en stelselmatig van de erogene transmissie en de ventilatie, dat dat een van de grootste fouten en blunders van dit kabinet zal blijken te zijn. Dank u wel. De heer Paternotte. Ja, voorzitter, de heer Wilders kan natuurlijk steeds harder gaan blazen, maar dat betekent niet dat hij daarmee ingaat op mijn vraag of dat hij überhaupt dat het klopt wat hij zei. Want ik zei net, er worden meer verpleegkundigen opgeleid en dat is goed. Alleen dat beeld alsof we 2, 3 keer zoveel bedden nodig zouden hebben. Wat ze in Engeland nu nodig hebben, nee, dat vind ik niet aantrekkelijk. Maar verder zijn het allemaal afleidingsmanoeuvres. Blijf thuis met klachten, hartstikke goed. Het advies geldt al 1,5 jaar. Er is geen deskundige die zegt dat dat het verschil gaat maken. Meer aandacht voor ventilatie, absoluut. We delen dat het kabinet dat ook eerder had moeten doen. Maar dat is ook niet iets wat de komende week met de oproep heb daar aandacht voor, die er nu ook is, alsof dat de komende week het verschil gaat maken. Al die mensen in de ziekenhuizen. Henk en Ingrid, als ze zich zorgen maken om een hartoperatie of omdat een familielid kanker heeft en niet weten of die de behandeling kunnen krijgen de komende maanden, hebben daar helemaal niets aan. Okay. En de heer Wilders komt alleen maar met een paar afleidingsmanoeuvres mensen de schuld geven, maar heeft geen enkele serieuze oplossing. De heer Wilders, tot slot. Waar de mensen niks aan hebben, is een D66-Kamerlid die er gewoon verkondigt dat hij vindt dat er niet meer verpleegkundigen moeten worden opgeleid. Dat we genoeg IC-plekken hebben. Die denkt als partij, weet je wat, we laten de hele grenzen open, we laten iedereen binnen. En nogmaals, ik heb een werkbezoek gebracht aan Ter Apel. Alles wat er binnenkomt, staat op een voorhoofd geschreven, stem D66. Allemaal door u gefinancierd. Dan hebben we het over de zorg. En dan mag niks, dan kan niks en dan wil u niks. En dan, voorzitter, over de erogene transmissie. Hoe kunt u nou zeggen, zeg ik tegen de heer Paternotte, dat op het moment dat 3/4 van de besmetting in de thuissituatie plaatsvindt, dat er niet meteen gigantische winst zou zijn als je de belangrijkste oorzaak daarvan, ik ben overtuigd, een slechte ventilatie is een van de belangrijkste oorzaken van de besmettingen in die thuissituatie. Als je dat zou doen, zou je meteen enorme successen hebben. Enorme successen. Niet met een QR-code iedereen die zich om goede reden of om slechte reden niet even willen laten prikken, uitsluiten voor de helft van Nederland. Nee, door te zorgen dat je voor de mensen thuis een goede ventilatie hebt. Dat, mevrouw de voorzitter, zou ertoe leiden dat we minder besmettingen hebben, dat er minder mensen in de ziekenhuizen zouden komen en dat die inderdaad die reguliere zorg minder snel
zou moeten worden afgesteld. Daarvoor moet je niet bij D66 zijn, daarvoor moet je bij ons zijn. Dank u wel.